staan in de haven van Lemmer, waar we straks de kantelproef gaan doen van de eerste boot uit de Van Wijk-klasse. Die wordt gekanteld omdat we in de operationele stafeisen hebben aangegeven dat de boot zelfrichtend moet zijn. We gaan met een kraan de boot in stappen kantelen en uiteindelijk moet hij zichzelf oprichten door middel van een kantelzak. En dat gaan we straks laten zien. Ja, vandaag een bijzonder moment na een toch wel redelijk lang bouwtraject. Natuurlijk eerst het ontwerp verfijnen, daarna in samenwerking met de technische inspecteurs van de KNRM zijn we tot een, ik denk voor iedereen geslaagd boot gekomen. En vandaag de kantelproef. Ja, en dat blijft altijd spannend. Vanochtend uit Woudzend vertrokken om in Lemmer dieper water op te zoeken. Hier zo net. Ja, een zeer goed geslaagde test. Eigenlijk een zelfrichtendheid boven verwachting. Dus ja, voor ons, voor de werf, heel fijn dat het zo goed afgelopen is.